is een beetje twijfel over de afloop van vrije trappen en van corners. Gerrit. Stojka met zijn hele familie tegenwoordig in België wonen. Zijn ouders. En raak. Nou, daar hebben we dus al heel snel het doelpunt van Krasson. En dat betekent dat PSV de ploeg moet winnen inderdaad. Twee keer moet scoren. Het is niet Koller die doorkomt. Het is Ooyer die de bal naar Krasson tikt. En het is Krasson die vrijstaand inkopt. Kansloos zo. PSV heel snel dus achter. De rechtsachter. Bromedaal. Die geen plussen verdient. Kocinski. Hoofland. Nou, waarom geef je hem dan zo? Hij kan toch niet onopgemerkt blijven. Koller is dan, dat kan iedereen. Het is 2-0 voor Anderlecht. Wat een blunder. Wat een onvoorstelbare blunder. De Denne, ja, die kon je er niet over het hoofd zien. In het geel. Op een groen veld. Hoofland. Had toch eerst gekeken. Nou, akkoord. Accepteerde dan maar. En Koller, ja. Zo leeg zie je een doel zelden. 2-0. Koller voelt het aankomen. Dat kan niet missen. 2-0 voor Anderlecht. In de eerste helft. Binnen Brugink. Cashman. Brugink. Cashman. Nou, nu dan Ramsey in het midden. Toch. Ja. Nou, dat is een nuttige treffer zo op het randje van de eerste helft. 2-1. Dat maakt het straks een stuk vrolijker in die kleedkamer. Wanneer iedereen binnenkomt. Geen opgewekt stel. Maar in ieder geval de herinnering aan deze treffer. En de kleine achterstand die er nu dus is. Waarmee iets te doen valt in die tweede helft. Brugging gaat trappen. De opstelling wijst op binnenlopende spelers. Van Bommel. Nou, de kans voor Brugging. Het is 2-2. Brugging legt hem neer in het midden. En het succes is weer voor Ramsey. Die dus weer een doelpunt maakt. Wat een vorstelijk stukje voor PSV in de laatste minuut van de eerste helft. En in het begin van de tweede helft. Ramsey blijft achter de bal. Centimeters. En dan kan de Wilde wel zeggen van was dit geen buitenspel. Maar daar zal hij nooit medestanders voor vinden. Ramsey. Het is ijdele hoop bij de Belgen. Ze staan ineens op. Brugging met twee ballen. Eentje klaar voor de Wilde. In Engeland is het afgelopen. Manchester United wint. En gaat dus door naar de volgende ronde van de Champions League. Anderlecht kan door. Anderlecht kan zeker door wanneer er hier gescoord wordt. En dat is zo. Ja, alle twijfel is nu weggenomen. Dus is het 3-2 hier in Eindhoven voor Anderlecht. Doelpunt Jula. Koller. Geen buitenspel, zo wordt gezegd. En dan doet het er verder niet meer toe of dat werkelijk waar is of niet. Zo aan het einde van de rit is het duidelijk. En toont waterreus aan hoe teleurgesteld PSV is. PSV niet in de volgende ronde van het toernooi. In dit toernooi althans. Wel internationaal, maar niet in de Champions League verder.